Beste broeders en zussen, om economisch krachtig te worden, hebben we één belangrijke element nodig in ons land. En die mist echt. Kunnen wij een economische macht bouwen, beste broeders en zussen, van een generatie die elkaar niet vertrouwt? En die economie kan je alleen maar realiseren als je een innerlijke verbetering realiseert. Maar als je dat wel doet, broeders en zussen, als we integer worden, broeders en zussen, als we elkaar netjes afbetalen, broeders en zussen. We hebben de afgelopen weken, voor de mensen die de samenleving volgen, voor de mensen die politiek volgen, hebben we de afgelopen weken een rumoerige week achter de rug. Alhamdulillah, je ziet dat de Nederlandse moslims, waar de fadlum min Allahi wa ni'ma, je ziet dat Nederlandse moslims zich meer betrokken voelen in de samenleving, waardoor je ziet dat politieke participatie in de samenleving groeit. Nou, de laatste cijfers die tonen dat ook aan. Grote getallen van doelgroepen die normaal weinig deelnamen aan politieke stemmingen, die hebben de afgelopen weken veel van zich laten horen. Heel goed. Fadlum min Allah. En je zou kunnen zeggen, ja, maar wat heeft dat nou te maken met de vrijdagspreek? Dat heeft heel veel mee te maken met vrijdagspreek, ook broeders en zussen. De profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt in een authentieke hadith: degene die zich niet bezighoudt met vraagstukken waar de mensheid zich mee bezighoudt, die mag zich niet tot de umma, tot de samenleving noemen. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft in zijn uitdrukking over de moslims: men lam ya'tam bi amri al-muslimina fa laysa minhum. Degene die zich niet bezighoudt met vraagstukken die onze samenleving belangrijk vindt, dan zou je toch heel lastig en moeilijk kunnen vaststellen dat je onderdeel bent van die samenleving. Maar lekker broeder en zuster, ik heb in de afgelopen weken gemerkt dat er heel veel hoop is om Nederland mooier te maken. En met name vanuit de moslim-Nederlandse nieuwe generaties. Omdat er nieuwe politieke partijen zijn waar je op zou kunnen stemmen, waar je misschien veel meer vertegenwoordigd voelt. En dan zie je dat heel veel mensen zich op een gegeven moment betrokken raken, hoop hebben dat er iets politiek zou kunnen gebeuren. En hoop hebben is altijd belangrijk, beste broeders en zusters. Walati esmullah hillah. Niemand zou van hoop moeten worden. Walati, beste broeders en zusters, met politiek redden we het niet. Er ontstaat een soort karakter in de samenleving. Mensen zeggen, joh, snap ik, ik heb gestemd. Ik heb een stem gegeven en nu zijn zij aan zet. En ik hoef niks meer te doen. U bent de kracht van de samenleving, o broeder en zuster. U bent de kracht van deze samenleving. U bent de motor van deze samenleving. U bent de sleutel tot succes in de samenleving, beste broeder en zuster. En als we teruggaan naar de Koran, dan zien we dat de Koran ons inspireert, beste broeder en zuster, om je positie in de samenleving te versterken, je handelingen in de samenleving te vergroten, door ervoor te zorgen dat jouw bijdrage alleen maar groter wordt. En een van de belangrijkste bijdragen, beste broeders en zussen, die we met z'n allen moeten gaan tonen in de samenleving, die we onze kinderen moeten laten leren om daar om die pad te bewandelen, en ons soms los te trekken van al die onderwerpen die er alleen maar voor zorgen dat je op een gegeven moment heel wanhopig wordt. Want integratieonderwerpen, migratieonderwerpen, zijn een beetje van die complexe onderwerpen waar je af en toe, wow, waar gaat deze samenleving naartoe? Discriminatie, achterstelligheid en noem maar op. Het is allemaal belangrijke onderwerpen. Maar die onderwerpen, beste broeders en zussen, vreet energie op. Vreet energie op. Ik weet niet of je dat voelt. Ik voel het bij dat. En als je de komende generaties daarmee belast, zouden ze die energie alleen maar kwijt kunnen raken door al die moedeloze onderwerpen die besproken worden, die wel belangrijk zijn. En daarom denk ik, beste broeders en zussen, dat is een hele belangrijke onderwerp is die we meer aandacht aan moeten geven. Wat de Koran ook vaker heeft benoemd, is ervoor te zorgen dat onze kinderen, onze jongeren een sterke economische positie moeten gaan creëren in de samenleving. Waarom
waarom moeten we arm zijn? Waarom? Waarom moeten we alleen maar leven van de sociale dienst? Waarom? Waarom moeten wij economisch achtersteld zijn? Waarom? Waarom mogen wij niet een politieke, economische macht worden? Dat onze jongeren, onze generatie een belangrijke positie nemen in het bedrijfsleven. Waarin ze geld verdienen. Waarin ze rijk worden. Waarin ze dure auto's rijden. Wat is het probleem? Wij hebben een probleem in onze religiositeit. Is wij denken dat religiositeit die leidt alleen maar tot armoede. Je mag niet zoveel geld hebben. Want daar zag je, je gaat toch dood. En op het moment dat je naar de imam gaat en je zegt, ik wil een bedrijf opzetten, ook imam. En ik heb geld nodig. Hoeveel geld heb je nodig? Nou, ik heb 2 miljoen euro nodig. De imam die van vanavond, ik heb 2 miljoen euro nodig. Oh, wat moet je daarmee? En dan krijg je ook nog van die antwoorden soms van, ja, slaaf, je gaat dood, moeder. Je gaat dood. Het leven is kort. Waarom ga je zo inzetten? Als je je eten kan eten en je drinken kan drinken en gewoon je vaste lasten kan betalen, ja, dan lees je allemaal elkaar genoeg. Moeder, dat is een verkeerde kijk op onze samenleving. Wallah is een verkeerde kijk. Een verkeerde definitie van onze islam. Onze islam roept op om politiek en economisch machtig te worden, rijk worden. Bedrijven opzetten. Grote mooie plannen bedenken. Om ervoor te zorgen dat je in staat bent om een grote economische macht te worden. Op het moment dat een politieke partij naar je toe komt en zegt, ik heb geld nodig om mijn campagne te betalen, dan kan je in 1 keer 200.000-300.000 euro uit je zak trekken en dat doneren. Op het moment dat er ziekenhuizen gebouwd worden, heb je gewoon in staat om een grote bijdrage te leveren aan die ziekenhuizen. Waarom moeten wij arm zijn? En ik denk dat dit een hele belangrijke uitgangspunt is, beste broeders, voor de komende generaties. Onze kinderen stimuleren om het bedrijfsleven in te gaan. We hoeven niet alleen maar mensen hebben die leraren zijn geworden. Ik kijk even naar onze bijzondere leraren in de zaal. Of mensen hebben die bijvoorbeeld een genoeg nemen met een administratieve baantje. Laten we mensen stimuleren om de grote opleidingen te volgen. Waarin ze straks een grote in staat zijn om grote bedrijven te leiden. Om economisch sterker te worden. Waar je let, beste broeder en zuster. Zullen wij in deze positie altijd blijven? Laten we gaan naar de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Denkt u nou echt dat in de tijd van de profeet, dat de metgezellen van de profeet arme mensen waren? Denkt u dat? Denkt u dat? Want als wij de sira van de profeet raadplegen, dan lezen we, ja, die ene die had geen eten en de andere die had geen kleren om aan te doen. Dus dan heeft het perceptie alsof we te maken hebben met een samenleving waarin alleen maar mislukkelingen zijn, die geen geld hebben. Wist u dat Abu Bakr as-Siddiq, een van de metgezellen van de profeet, dat hij een van de miljardairs was in zijn tijd? Wist u dat? Wist u dat hij ook zijn politieke macht en zijn stevigheid in de samenleving ook te danken heeft aan het feit dat hij economisch machtig is? En wist u dat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda, dat het geld wat hij allemaal had, zijn economisch talent wat hij had, dat dat niet iets is wat door hij is veranderd, door hij hoogmoedig is geworden? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft hem gevraagd om een bijdrage te leveren aan het opbouwen van een staat. Niet het bouwen van een moskeetje, hoe inzamelen dat we onze tapijt gaan veranderen. Allah, het bouwen van een staat. En dat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda naar de profeet is gekomen. En hij heeft al zijn gelden meegenomen. Hij heeft alles meegenomen. Dat is een zakenman. Als hij zijn geld weggeeft, is hij in staat om weer nieuwe gelden te creëren. Hij is een talentvolle zakenman. Radiyallahu anhu arda. Hij heeft al zijn geld aan de profeet gegeven en hij vroeg aan de profeet, wat heb je achtergelaten voor jouw mensen, voor jouw kinderen? Hij zegt, taraktulahum Allah al-Azim. Ik heb Allah achtergelaten voor mijn kinderen.
met een duidelijke zekerheid dat Abu Bakr weet dat hij niet arm zal worden en dat Allah hem zal steunen om weer een economische macht op te bouwen, omdat hij daarmee is opgevoed en daar ook 100% in gelooft, radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan, jullie kennen Uthman toch? Uthman ibn Affan, een van de rijkste metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Er is een inflatie ontstaan in de staat. Economie is gedaald. Er is een grote crisis ontstaan, waardoor mensen geen eten meer hadden, geen drinken meer hadden. En Uthman ibn Affan kwam net terug uit een zakelijke reis. We hebben het over staten, hè? We hebben het niet over, nogmaals, over kleine dingen. Dat is Allah. Allah, dit is onze samenleving. Je wilt iets inzamelen omdat je een camera wilt kopen voor de moskee. Dan hoop je dat je na 5 keer ingezameld te hebben, dat je eindelijk die 500 euro bij elkaar hebt om die camera te kunnen kopen. Heeft niet te maken dat mensen iets willen geven, maar heeft ook te maken met onze economische positie waar we in zitten. Onze economische positie moet verbeterd worden als we in staat willen zijn om een grote lobby te worden. We moeten bedrijven hebben. We moeten mensen hebben die in staat zijn om een grote belangrijke rol te spelen, waardoor het geld moet gaan rollen. En ophouden met die zielige verhalen van ja, wel ik de chauffeur uit. Lhayat qsira, we gaan snel dood. Nee. Ja. Als je dood gaat, dan heb je een andere zaak dan van jou. Het leven moet doorgaan in zijn mensen. En Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kwam terug uit de zakenreis en hij hoorde dat er crisis was in Mekka. De hoofdstad, of in Medina, de hoofdstad van de staat. Crisis. Wat heeft Uthman ibn Affan gedaan? Hij heeft al zijn bezittingen, zijn geld naar de zakenreis ingepompt in de staat. Zodat die inflatie, zodat de crisis opgeven kan. Ja, want als je geld hebt, dan heb je niemand meer nodig. Als je geld hebt, dan ben je in staat om iets voor elkaar te krijgen. En het probleem is, als wij zulke uitspraken doen vanuit onze religieuze karakter, dan hebben wij een definitie van geld hebben we niks. La, dat is niet waar. Dat is illusie. Niet doen alsof we geld niet belangrijk vinden. Niet doen alsof geld geen rol speelt. Nee, geld is belangrijk. Asal doet duwen, is geld. Is economisch sterker worden. En zo heb je tientallen andere metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Die deze rol in de samenleving hebben vervuld. Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, dat is een van de metgezellen van de profeet. Waarin over hem gezegd werd, door zijn talent die hij had, door zijn sterke zakelijke inzicht die hij had, dat als hij een steen zou tillen van de grond, zou daaronder eventueel goud kunnen zijn. Omdat hij zo sterk en scherp was in kansen creëren, in zakelijke kansen creëren, om geld dan te laten vermenigvuldigen. En hij heeft een van de mooie theorieën die hij heeft benoemd. En hij werd een keer gevraagd, wat is het succes voor jouw zakelijke groei? Voor jouw zakelijk succes? Wat is de achterliggende gedachte daarvan? Ik weet wat Ahmed Brouw zei, even voor de zakelijke ondernemers onder ons. Hij zei, ma taraktu qalila rizqi qat. Op het moment dat ik een zakelijke transactie ga verrichten, dan laat ik die zakelijke transactie niet liggen. Of afhankelijk zijn van hoeveel ik daaraan verdien. Ook al zou ik maar 2 euro verdienen aan die zakelijke transactie, zou ik die zakelijke transactie gewoon compleet maken. En dat is het geheim van mijn concept waardoor ik een succesvolle zakenman ben. In onze Marokkaanse traditie hebben we zulke succesvolle zakenmannen, die hebben we een bijnaam gegeven, die een negatief karakter heeft. Hoe noemen wij een succesvolle zakenman in de Marokkaanse? Suessa. Susie, toch of niet? Hij denkt, ja, Susie noemen wij dan. In plaats van hem te ondersteunen, geef hem een bijnaam waarin hij zegt, ja, hij heeft alleen maar geld gemaakt omdat hij Susie is. Daarom heeft hij goede geld gemaakt. Beste moeder en zuster, om economisch krachtig te worden, hebben we één belangrijke element nodig in onze samenleving. En die mist echt. Alle verhalen zegt in de Koran. Op het moment dat je
een standvastige, sterke positie in de samenleving wil, er zouden twee elementen terug moeten komen in jouw leven. En Allah zegt, aqamu salah, dat zijn mensen die het gebed verrichten. Alleen het gebed verrichten is niet dat je elke keer in de moskee binnenkomt en Allahu Akbar zegt, en dat is het gebed. Het gebed, Allah Ta'ala spreekt hier over de effecten van het gebed. Wat zorgt ervoor als je dat gebed verricht, wat gebeurt er dan met jou? Dan word je integer. Dan word je eerlijk. Dan ben je betrouwbaar. Wat heeft een zakelijke samenleving nodig, beste broeders en zusters, om een succesvolle zakelijke transactie in een zakelijke samenleving te realiseren? Integriteit is nodig. Betrouwbaarheid is nodig. Eerlijkheid is nodig. Alle economen, raadpleeg maar alle theorieën, die zeggen dat je nooit een succesvolle zakenman kan zijn als deze drie elementen niet terugkomen. Want als ik bij jou kom eten, en ik heb vaak bij u gegeven wat heel lekker is, als ik bij jou kom eten en ik weet en ik vertrouw je niet of ik denk, wait, yo, wat zal er in dat eten zitten, dan kom ik nooit meer. Niemand gaat bij elkaar eten. Laat staan dat je ervoor gaat betalen. Betrouwbaarheid is belangrijk. Om een succesvolle zakenman te zijn, om economische macht te bouwen. Betrouwbaarheid is belangrijk op het moment, dat zie ik nu ook in de samenleving. Heel veel jongeren die komen en die zeggen, ik wil een bedrijf oprichten, maar ik heb geld nodig. En u weet niet, als geen ander, als je geld leent aan iemand of je ooit nog geld terugkrijgt. Wie heeft wel eens geld geleend aan iemand anders en die heeft je nooit teruggekregen? Ik durf te wedden dat heel veel mensen in deze zaal wel eens een keer wat geld hebben uitgeleend en nooit meer terug hebben gekregen. Waar of niet waar? Ja, knikken, maar dat is het helemaal. Of ik een beetje op de juiste weg zit. Waar? Als iemand naar je toe komt en hij zegt, Allah, heb ik nooit, mag ik 5 euro van je lenen? Je gaat 1000 keer nadenken of je die 5 euro gaat geven. En mensen die dat ook doen, weet je wat ze zeggen? Ik geef je 5 euro, maar broer, ik hoef hem echt niet meer terug. En les, betrouwbaarheid is opgeheven in onze samenleving. Laat staan nog als iemand komt en zegt, oh broeder, ik heb een projectplan. En ik wil inshallah een hele mooie grote bedrijf oprichten. Maar ik heb maar 2,5 miljoen euro nodig. Ja, is gaaf. Ik ga vanaf wat. 2,5 miljoen euro. Waarom? Omdat die betrouwbaarheid opgeheven is in onze samenleving, zijn zulke transacties onmogelijk geworden. En daarom zegt Allah Ta'ala, aqimu salata wa atu zakat. Iqamat salat betekent betrouwbaarheid. En de zakat is niet alleen maar die almoes die je geeft, maar zakat is omgang in de financiële wereld. Op het moment dat er betrouwbaarheid is, ben je in staat om verantwoordelijkheid te dragen in de financiële wereld om daarmee om te gaan. En die betrouwbaarheid is er bijna niet. Als ik bijvoorbeeld met jongeren spreek, beste broeder en zuster, er is geen één jonge man of jonge dame die ik spreek en die zegt niet, oh broer, ik heb zoveel schulden. Niet van, ik weet hoeveel schulden ik heb. Wat kunnen wij, wat is het dan? Kunnen wij een economische macht creëren met een generatie die vol schulden zit? Kan dat? Kan bijna niet! Kunnen wij een economische macht bouwen, beste broeder en zuster, van een generatie die elkaar niet vertrouwt? Godoli, kan dat? Kan bijna niet. En wist u dat de profeet sallallahu alaihi wasallam een van de uitspraken die hij heeft gedaan die heel erg heftig zijn over mensen die hun schulden niet terugbetalen? Als iemand overlijdt en de profeet is aanwezig tijdens zijn janaza. Janaza is het laatste gebed die je verricht als iemand overleden is. De eerste vraag die de profeet sallallahu alaihi wasallam stelt: heeft deze man of deze vrouw schulden? Op een moment wat heel emotioneel is, op een moment waar iemand het leven heeft verlaten, dan ga je het niet moeilijk doen, ga je niet zulke vragen stellen. Waarom? Omdat betrouwbaarheid belangrijk is. Hij vraagt aan de metgezellen: heeft deze man of deze vrouw schulden? En als ze zeggen ja, profeet, dan zegt hij: sallu ala sahibukum. Gaan jullie maar het gebed verrichten op deze persoon? Ik doe dat niet. Met zo'n hardnekkige interventie, waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam die betrouwbaarheid voor die zakelijke karakter probeert te versterken, dat hij zelf bij het einde van jouw leven nog de vraag stelt: is hij betrouwbaar of niet? Eeuw, als wij zulke vragen gaan stellen bij onze janazis, wa subhanallah. Ik weet of we ooit nog een janazah gaan verrichten. En daarna een andere uitspraak van de profeet sallallahu alaihi wasallam, waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam opeens heeft gezegd: als er
Als deze man nog schulden heeft, zal ik de schulden van hem nemen en voor hem betalen. Dat is de barmhartigheid van de professor man. Is erg, broeders en zussen. Is erg. En daarom denk ik ook, en dan kom ik tot de afsluiting. Daarom denk ik ook dat een van de belangrijkste uitdagingen die wij hebben, naast dat we politiek bevolken zijn, dat we ook in staat zijn om economisch verbeterd te worden. En die economie kan je alleen maar realiseren als je een innerlijke verbetering realiseert. Als je betrouwbaar wordt, broeder en zuster. Als we integer worden, broeder en zuster. Als we elkaar netjes afbetalen, broeder en zuster. Ook al is het maar 5 euro. Want als je 5 euro op tijd terugbetaalt, betekent dat je ook in staat bent om 2,5 miljoen euro op tijd terug te betalen. Zonder economische macht wordt het lastig om ons leven voor te zetten. Ben ik echt serieus? Ben ik echt serieus? Zonder onze positie te verbeteren, ook op de dunya-vlak. Het dunya is niet wat de islam zegt, dat moet je, daar moet je niks mee doen. De islam waarschuwt dat de dunya in jouw hart terechtkomt. Dat je straks niet alleen maar alles doet voor geld. Maar dat je economisch stevig moet zijn, dat is belangrijk. En daarom zijn een van de uitspraken van geleden en van metgezellen. Hij zegt, leef op aarde, op deze dunya, alsof je altijd zal leven. Natuurlijk, waarom niet? Koop een mooie Mercedes. Als je dat allemaal met halal geld doet. Koop een dikke villa, als je dat met halal geld doet. Koop een Louis Vuitton, of weet ik wat anders, als je dat met halal geld doet. Geen probleem, niks mis mee. Zo mee kan je je positie versterken. Probeer ook gelden weg te geven aan goede doelen. En niet alleen maar islamitische goede doelen. Maar elke goed doel die er is, geef daar geld aan. Zorg ervoor dat je daartoe in staat bent. Als je die dunya kent, dan hebben we een leven op aarde alsof je altijd zal blijven leven. Maar bereid je voor op een akhira alsof je morgen gaat vertrekken. Bereid je voor op die akhira alsof je morgen gaat vertrekken. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بس هنا زوجتي. Ik heb dit onderwerp vandaag met u gedeeld omdat dit wel een vraagstuk is waar ik persoonlijk al heel lang mee zit en wat ik ook zie dat alhamdulillah de MKB's, de kleine bedrijven, de middenbedrijven in onze samenleving en bij onze jonge generatie ook aan het groeien zijn. En dat zouden we moeten stimuleren. En we zouden onze jongeren ook moeten blijven stimuleren om het zakelijke, keiharde wereld in te gaan. En onze jongeren ook soms lostrekken van al die discussies waar we achteraf ook soms, wat wel nodig is, maar waar we achteraf ook niet veel aan hebben. Integratiediscussie, beste broeder en zuster, is een discussie van lange termijn. Dat los je niet vandaag op of morgen op. Het is van lange termijn. En natuurlijk moeten we ons daarmee bemoeien. Maar laat die economische kant niet liggen. Probeer hoop te hebben. Probeer te dromen. Droom, waarom droom je niet? Laat me dromen. Jongeren, laat me dromen. Wat is er mis mee? Dromen. Om grote bedrijven, multinationals op te zetten. Droom daarvoor. Niks mis mee. Helemaal niks mis mee. Laat je niet gek maken en belemmeren door allerlei uitingen die ver zijn van onze religieuze overtuiging. Maar droom. Droom. En probeer een mooie bijdrage te leveren, inshallah. Allahumma inni na fi min al-leed. Wa afina fi min afleed. Wa tawallana fi min tawalleed. Wa qina wa safa'na bi rahmatika sharra ma qadayt. Fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk. Innahu la yuqda 'alayk wa la ya'isu min 'alayk. تبارك ربنا وتعالي تبارك ربنا وتعالي مغفر الله تعالى ons versterkt, ons een mooie positie geven in het paradijs, ons inshallah jalla wa ala integer maken, zodat we vertrouwen en vertrouwen kunnen terugwinnen. Mogen Allah de relaties onderling versterken, verbeteren. Mogen Allah ervoor zorgen dat onze kinderen een mooie toekomst hebben. Mogen Allah ervoor zorgen dat onze kinderen goed onderwijs gaan krijgen. Mogen Allah Ta'ala ons steunen dat we in staat zijn om onze kinderen een betere opvoeding te geven. Mogen Allah Ta'ala ervoor zorgen dat we in staat zijn om inshallah de Ramadan komt eraan om ons voor te bereiden in deze prachtige mooie maand Ramadan. Mogen Allah Ta'ala ervoor zorgen dat we in staat zijn om onze harten te linken aan de huizen van Allah, dat zijn de moskeeën.
Mogen Allah Ta'ala ervoor zorgen, inshallah, dat we in staat zijn op het moment dat we deze dunya verlaten, dat onze laatste woorden op deze aarde, onze laatste woorden op deze aarde zullen zijn: La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.